zo zwart. Sorry. Hallo mensen van Ogeblok. Ik ben Figo en dat is Jardi. Hij eist dat ik aan ze de zwart geef. En wij gaan verder. Vorige keer hadden we gezegd dat we op survival gingen. En dat is zo. Wacht, ik heb nog spullen voor je. Oh, wacht even. Ja, je stopt hem. Oké, okay, hij is nog een beetje. We gaan. Oh, zombie, zombie, zombie! We gaan op actief. Wel in de nacht. Nee, kisten staan boven, jongen. Kom eens hier, Jardi. Ik geef je nog een bed, want dan kan je dan neerzetten met jou. Dan moet ik naar spant. Ja? Als we heel ver zijn. Ja, maar, halen. Voor de zekerheid, je hoeft het niet te doen. Maar, hoi, varkensje! Even niet slaan, we moeten helemaal heel op avontuur gaan. Oké, okay, gaan we? Ja. Ik moet even aan het plafond kijken. Dok, wat mooi plafond. Even nog wat. We gaan even op het dak kijken. Ja, want jij heeft dom genoeg kist op het dak gezet, terwijl hij ze ook gewoon binnen kon zetten. Wat is er in? Wauw! Je zombie kan. Pigo, kijk, die zombie! Oh. We zitten niet binnen, domme zombie! Ik heb een cadeautje. Waar is het nou? Steen staan. Jardi! Oh. Jardi, ik heb een bloemetje voor je! Yeah! Au, niet slaan! Oké, okay. Zullen we gaan? Ja. Welke berg? Die berg. Kijk hem op. Hij stottert het een beetje, maar ik heb op de camera gekeken. Je ziet er minder van het stotteren dan op de computer. Dus dat is op mijn laptop, dat is handig. Dat is mooi. Dat is mooi als je het kent. Nee. Ik ga niet in de buurt staan als Jardi met me mee is. Dat is niet handig. Kom op, we gaan naar boven. Ga over de boven. Okay. Wow, dit is echt mooi. En een man. Zombie achter je. Ik gebruik nu even mijn zinnen zo. Soms kijk ik naar de hemel, maar dan stopt het hier wat minder. Enderman. Niet aankijken. Het is niet wel open. Die Enderman. Ben jij? Hier, het Enderman. Ik loop naar een boom. Sla hem even. Nee. Jawel. Ik ben dood. Waarom moet ik het doen? Omdat hij boos op mij moest worden. Nou ja, dan ben ik. Kijk dan! Ik kijk! Ja! Hij mag zien. Aan de kant! Mijn geluid sprong opeens op heel op keihard. Heb je spullen? Ja, maak je het alleen maar. De hemel mag, de hemel mag. Je bed ligt hier. Ja, je bed. Mag ik wel? Is mijn ijzer geslagen? Oh, mijn. We kunnen niet zo lang kunnen, want. We spelen dus ook open voor lang. En, vijf plus 15 is 20. We spelen nog steeds gewoon op open land, maar daarom kan ik ook mooi dit doen. Dit is beter. Maar halverwege begint hij weer met stotteren dus. Het is hier als een spakkels.
Weet je? Ergens. Oh ja, die groep zit achter je aan. Dus. Ik weet waar je bent. En ik zie de ontploffing. En ik zie dat. Wat is dat? Ik heb eten bij me. Ik heb geen eten in mijn thuis. Ik heb dit thuis zelf gesmolten. Waar gaan we naartoe? Wacht, kom eens. Ik ga een boot springen. Zometeen. Oh, nu kan ik die bootjes zien, toch? Pak even wat hout hoor. Gewoon even snel, want straks moeten we toch nog even dingen craften misschien. Ik moet wel even wat harder in de camera praten. In mijn microfoon. Omdat hij zo stopt, dat weet ik niet. Haal ze bij me weg! Haal ze bij me weg! Oh nee. Ik ken hem. Ik kan het ook gewoon in mijn eentje gaan spelen, stottert hij niet. Nee, kom op. We gaan een heksenhuisje zoeken! Ja, dat is een huisje van een heks. Goh, dat hoor je nog niet aan de naam, Jari. Ja. Ja, dit zou komen. En anders, als we het in de moeders geen heksenhuisje vinden, gaan we de jungle in voor een jungle tempel. Ja. Logica, man! Logica, man. Ja, logica, man. Ik ben een logica man! Oh, dat was een klein moeras. We gaan de jungle in. Als het nacht is, is het leuker. Wie gaat die? Dat jungle is ook best wel leuk. Dat was een leuk in. Ik had ik liep met een kleine schrik van aan. Oké, zorg dat je niet meer in bent. Oké, we hebben iets te doen voor vandaag. Slaan! Ik weet hoe we deze noemen. Op heksenjacht, daarna op jungle tempel, daarna op rafijnjacht. Ja. Dat is best wel een coole naam, joh. Wil je naar beneden? Oh, ik ben daar. Ik heb nog wat zaad. Ik heb nog wat, Vigo. Ik kan ook gewoon niet zo naar boven. Niet meer. Ik doe het op de voorzichtige manier. Ik ga gewoon van boven lopen. Nou. Oh. Die manier was super voorzichtig. Ik heb nog een tegen. Nou, ik ook, maar ik herstel. Ja, ik niet. Ik heb het niet. Ja. Zo, het helpt. Oh, wacht even. Ik ben het beste. Ja. Oké, ik moet even spullen vinden. We vinden vast wel wat in de zin zijn. Alles meenemen. Als je ijzer vindt, meenemen. Ik verwacht niet dat we hier diamant vinden of zo. Dus. Maar ik wist het meteen wel hoor, als ik niet zo zie. Het zit een boom. Wacht even. Ook zien. Ik ga nu nog even met mijn ijzer hebben, want stel dat we rest aan tegenkomen. Daar heb ik naar zin in. Ja, die. Kool hoeft niet per se, maar ik bedoel echt ijzer. Maar kool is ook wel handig, ja. Maar
niet per se. Ja, ik zat laatst nog op het spel Feed the Beast. Dat is dus Minecraft, een soort met allemaal mods door elkaar. En daar heb je dus ook zilver op. En dat is zilver is. Ik heb zeven ijzer. Ja. Volgens mij is het zilver een beetje hetzelfde als ijzer. Zo waardevol. Ik werd achterna gezeten door een slijm. Toen viel ik een gat in. En dan zag ik ongeveer een laag van 30. Cool. En daarnet zag ik een. Ergens in dezelfde gat als jij bent. En dan zag ik een. Zag ik 30 zilver. Haal ik het weg, daaronder zit nog 30 zilver. En dan had ik uiteindelijk 3 stapels van 64 zilver bij me. Soms doe ik dit en dat kunnen jullie irritant vinden, maar... Ik moet tijd om te stoppen, denk je? Ja, als jullie het leuk vonden, klik op leuk en abonneer en dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Doei!